een gloednieuwe video. Mijn naam is Fabio, dit is Miekwel en vandaag doen we... De Telephone Tag. Als je niet weet wat een Telephone Tag is... Ik zal het nu even uitleggen. Oké. De Telephone Tag is dat je naar een willekeurig nummer belt. Ja. En we hebben hier een kom met allemaal briefjes. En de steeds dat we aan het bellen zijn... Geeft de ander, of moeten we gewoon een briefje trekken? Ja, en dan moeten we dat briefje, het woord wat daarop staat, moeten we gebruiken in het gesprek. En je moet daarmee dus een verhaal mee verzinnen. En soms is dat heel lastig als het echt bijvoorbeeld draag en ziekenhuis is. Ja, maar ik heb woorden geschreven, Fabio weet niet wat erop staat. Nee. Verder gaat ik hier bellen, ik twee keer. Ik ben niet zo'n durver, maar Miguel wel. Maar ik doe het en daar gaat het om. Ja. Oké, wie gaat eerst? Ik wil eerst. Ah, oké. Oké, Miguel gaat dus nu eerst. We hebben 3 nummers opgeschreven. Alle 3 van Bakkers. Ja, en wij gaan daar dus naar bellen. Oké, ik hoop dat neemt ze op. Ja. Hallo. Hallo, ik heb het nieuws gekregen dat u bent bevallen van een wijfling. Zeg het nog eens, meneer. Ik heb het nieuws gekregen dat u bent bevallen van een wijfling. Oh, ik versta je al heel slecht, meneer. Zeg het nog eens. Ik heb het nieuws gekregen dat u bent bevallen van een wijfling. Ik denk het niet, dat je bent vaker uitgevers. Oeh. Maar, allee ja... Maar uw tijger van een man had mij dat toch gezegd? Ja, ik denk dat je verkeerd gevonden bent, meneer. Denk het niet, hoor. Want het schijnt was dat gebeurd op tafel. Meneer, je zit hier in de bakkerijswinkel. Dus ik denk dat je verkeerd gevonden bent. Ah, oké. Maar... Huh? Ja, maar ik zou... Ja, wacht. Ik zou graag nog willen zeggen... Oh, afgelegd. Oké. Maar... Het was heel grappig en Mikkel heeft er een verhaaltje van gemaakt. Dus ja, het eerste woord was vijfling, als u het niet kon lezen. Daarna was het tijger. Daarna was het tafel. En daarna... Was het oranje, maar wat dan, ik niet heb kunnen zeggen. Ja, omdat ze aflegde. Oké, volgend nummer. Voor mij. Ja, oké. Ik ga een woordje nemen. Oh, ik heb tafel. Wacht, ik kan dat eens doorheen. Ja. Oké, klaar. Een woord. Alweer tafel. Allee. Neem de woord. Bro. Oké, bro. Wat is het nog echt? Ik weet nog niks. Oké, wacht. Ja, en... Edit ja of nee? Ik ga beginnen bellen, hè. Ja, oké. Hallo, ik ben van een groep mensen die brol verkoopt. Ja. En hebben jullie toevallig een tafel voor ons? Want wij hebben er geen. Wat voor jullie? Een tafel. Een tafel? Ja. En ik kan ik jullie aan helpen. Waar ze? Een van die... Ah, oké, maar juist iets dat ik u wil zeggen. Iets van dat brol is een string. Ik versta u heel slecht, hoor. Maar een van die brol, hè, een van dat brol dat wij verkopen, ja. Is een string. Ja.
Marse, wel, met welke bakker spreek ik hier nu alweer? Met welke bakker? Ja. Hier in Keerbergen. Ah, ik heb van sommige mensen gehoord dat jullie... Ik vind het een beetje grappig. Maar ik heb van sommige mensen gehoord dat jullie brood naar kakao's maakt. Ja, dat is ook, hè. Heb je dat wel eens geproefd? Nee, maar ze zeggen dat wel. Ah, wel, maar moet je niet proeven, hè? Ja, dat is waar. Ja, hè? Ja. Allee, dan verwacht ik je binnenkort, hè. Dan kun je dit proberen. Ja, dat is waar. Ah. Maar, lief? het was echt veel wat we zouden worden eens doen. Ik had eerst brol, daarna tafel, daarna string, daarna kakka en daarna kabouter. Maar kabouter had ik niet kunnen zeggen omdat ze afleggen. Maar bij kakka zou ik gezegd hebben van, en als die kakka doet in die broek, kan het niet op je string komen. Dat is wat ik gezegd heb, hè. Ja, maar ik heb iets gezegd. Ja, oké, okay, als ik het zeg. Oké, Mikkel gaat nu nog eens één keer, twee keer toch nog maar? Nee, één keer. Ik ben al eens geweest, hè. Oh ja, ja, oké. Oké, Mikkel ziet nu het nummer in dat wij nog hebben ingeschreven. Oh ja, en wat ik nog wil zeggen. Het is een korte video. Ik bedoel, een video dat dicht bij onze vorige video is, boogschieten. Als je die nog niet hebt bekeken, bekijk hem zeker. Maar Mikkel komt echt met een geniaal idee. Dit. Dus ik zei, ja, dat is een goed idee. En wij hadden het al gedaan, maar niet op beeld. Dus deze keer doen we het op beeld. Oké. Okay. Toen was het net zonder banken. Ja, okay, net zonder banken. Oké, 3, 2. Tafel. Hallo, u spreekt hier met meubelmakerij Schellekens. U had een tafel besteld, maar wij zijn de afmetingen vergeten op te schrijven. De wat? De afmetingen. Ik ben even niet welke afmetingen? Dus van de tafel die u had besteld, die wij moesten maken en dan komen leveren. Ah, oké. Heb je een GSM-nummer niet? Nee, ik heb haar GSM-nummer niet. Maar ik weet niet, als u al sommige verhalen hebt gehoord, dat het zo gezegd brood zouden zijn, onze meubels, maar dat is het echt niet hoor. Nee, ik heb niks gehoord, ik heb niks gewerkt, ik weet er niks van, maar anders zal ik een keer doorverbinden naar het huis. Ja, maar er zijn ook al. Er zijn ook al verhalen verzonnen van dat er in onze kasten soms een string zit. En dat vonden wij echt niet plezant. Dat was door een vrouw verzonnen die van een vijfling was bevallen. Van dat weet ik niet meer. En welke bedrijf had u gezegd ook alweer? Meubelmakerij Schellekens. Ja. Het logo is zo een oranje cirkel. Ja. Oké, dat was echt goed. Het laatste woord dat hij normaal ging zeggen was kakka. Maar dat heeft hij niet kunnen zeggen, dat vind ik spijtig. Maar het was ook heel leuk met string en zo. Ik wil jullie allemaal heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Als je de vorige video nog niet hebt gezien, zoals ik al zei, bekijk hem al eens gauw.
want het is een leuke video. Vond je deze video leuk, dan mag je hem alvast belonen met een blauw duimpje omhoog. En wil je meer van deze shit, abonneer dan zeker. Shit? Het is geen shit. Maar, ik ging dat zeggen, maar wil je meer bekijken, ook abonneer hier dan zeker hieronder, of als je op je tablet zit, hiernaast. Dus, nogmaals, bedankt voor het kijken, en tot de volgende keer. En ook nog, als jullie een leuke opdracht voor ons hebben, meld iets in de reacties, ja. We zullen kijken naar de opdrachten en zien welke we kunnen doen, of welke niet overdreven is, want... Ja, we zullen kijken welke dat we kunnen doen, maar we zullen wel dingen proberen, allee, durven, bijvoorbeeld... Moet ze geen idee geven, laat ze zelf bedenken. Ja, oké. Ga jullie geen idee geven, denk er goed over na, niet te extreem, want dat is ook belachelijk. We hebben geen boetes aan ons been of zo, ja. Dus... Ja, en het is ook belachelijk, maar jullie mogen ook dingen vragen... Dan een beetje extreem is, maar niet te extreem, hè. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Misschien ook met Nick wel. Ja.